Welkom stekkerbroeders bij weer een nieuwe video. En vandaag wil ik een verhaaltje vertellen over waarom suiker zo verslavend is. En waarom die voor sommige mensen zo verslavend kan zijn. Ik ga dit verhaal vertellen aan de hand van 2 à 3 voorbeelden. Ik begin met alcohol, cocaïne en als laatste suiker. Dus het is een klein beetje een omweg, maar probeer dit verhaal even te volgen. Want ik moet de eerste 2 verhalen moet ik even vertellen om mijn punt te versterken. Zodat je snapt hoe en wat en waarom dit komt en waarom dit gebeurt en waarom suiker zo verslavend is. Als wij naar het dierenrijk kijken, dus inclusief de mens. Wij zijn natuurlijk gewoon dieren, back in the days. En als wij naar het algemene dierenrijk kijken, dan zie je dat er best wat dieren, zo even uit mijn hoofd. Ik heb even Freek Vonk contact, dat er best wel rupsen, vogels, apen, etc. zijn die vruchten, druiven, bessen, etc. consumeren om het alcohol eruit te halen. Die dieren die pellen, schillen, stampen. Sommige dieren die wachten tot een bes een tijdje er hangt. Vervolgens gaat fermenteren zodat het omgezet wordt in alcohol. En dan pas gaan ze consumeren. Als wij kijken naar die dieren, die eten die bessen. Bijvoorbeeld. En na verloop van tijd, hij is aan het eten. En worden ze lichtjes aangeschoten. Moedertje natuur heeft dit zo verzonnen. Dieren worden aangeschoten, maar op een gegeven moment raken ze vol. En niet alleen vol van de alcohol, maar vol van de vezels, van de eiwitten, van de koolhydraten. Net welk product ze eten, net wat erin zit. Daar raken ze gewoon vol van. Dus die dieren raken wel lichtjes aangeschoten, maar 9 van de 10 keer niet helemaal straalbezopen. Ik weet toevallig dat er een apensoort is die wel echt straalbezopen wordt, maar dat is echt een uitzondering. Een normaal gemiddeld dier wordt er niet helemaal dronken van. Wij als mens zijnde zouden ook natuurlijk die bessen kunnen gaan eten. Maar in die bessen zit misschien 5% alcohol. Dus als wij 100, 200, 300 bessen naar binnen proppen, dan zegt onze maag eerder van, yo, stop, we zitten helemaal vol. We gaan niet verder eten, we hebben er gewoon geen zin meer in. Het heeft geen nut. Dus je raakt wel lichtjes aangeschoten, maar je lichaam kan dit gewoon nog verwerken. Tenzij we moedertje natuur een beetje gaan omzeilen natuurlijk. Als wij bessen plukken en we gaan die fermenteren en we gaan die verwerken en we maken er bijvoorbeeld wijn van, dan kunnen we het natuurlijk aanzienlijk sterker maken. Dan kunnen we ongeveer 15% alcohol uit de fles wijn halen. Als wij dan die fles wijn opdrinken, dan gaan we eigenlijk tegen de natuur in en worden wij hier wel dronken of aangeschoten van. We kunnen het nog extremer maken door, ik weet niet precies hoe whisky wordt gemaakt, maar het te fermenteren en in ieder geval whisky ervan te maken. Dan hebben we dus eigenlijk honderden duizenden kleine bessen hebben wij in 1 flesje gestopt, het puurste extract eruit gehaald en dan gaan we dat consumeren. Ons lichaam is er niet meer in staat om te zeggen, Raymond, je zit vol, we hoeven niet meer. Nee, we raken aangeschoten, we raken zelfs sterk dronken. Als ik een liter whisky opdrink, wil je niet weten hoe ik erbij sta. In ieder geval niet meer zo. Iedereen kent dit. Als wij naar cocaïne kijken. Er zijn landen, ik ben toevallig in Cuba op vakantie geweest en ik weet dat het daar legaal is om op coca bladeren te kauwen. Die coca bladeren waar cocaïne van wordt gemaakt, kan je op kauwen. Ik heb het niet gedaan, maar volgens internet zou je er een beter uithoudingsvermogen van moeten krijgen. Tijdelijk. Als wij dat product weer helemaal gaan verwerken, we gaan moedertje natuur weer omzeilen. En we gaan dat, ik heb niet altijd van narco's gekeken. Je moet het stampen, branden, weet ik veel hoe ze het maken. Dan krijgen we de allerpuurste vorm van het coca-blad, namelijk cocaïne. Het is dan heel makkelijk voor ons om even die lijn neer te leggen, te snuiven en vervolgens helemaal uit je plaat te gaan. Dat is ook niet hoe moeder natuur het heeft verzonnen. Dan komen we bij het laatste punt aan. De reden waarom je op deze video hebt geklikt. De reden waarom je deze video kijkt. Dan komen we aan bij suiker. Als wij 5 appels eten, 10 appels eten, krijgen we best wel een hoeveelheid suiker binnen. En dan heb ik het niet over de appels die tegenwoordig worden gemaakt. Want het slaat tegenwoordig nergens meer op. In sommige appels zit 10 gram suiker. Als we terugkijken naar 1990, 1980, zat er misschien 1, 2 gram in. Als wij naar de originele appels kijken, die gewoon in de natuur groeien, die niet door ons zijn gekweekt, krijgen we een paar gram suiker binnen. Maar na die 5 of na die 10 appels zat je simpelweg gewoon vol. Die appels die komen je neus uit. Als ik 3 appels eet, kan ik het vergeten. Maar wij kunnen natuurlijk ook
dit kunnen wij weer puurder maken. Wij kunnen bijvoorbeeld die appels allemaal stampen en we maken er appelsap van. Als we al die appels uitpersen, krijgen we weer een puurder extract, vloeibaar, krijgen wij appelsap. Dan kan je lichaam ook niet meer zeggen, Raymond, ho, je zit vol. Nee, we blijven lekker drinken, want dat is vrij makkelijk. Als wij daarna naar suikerriet kijken. Suikerriet was jarenlang de grondstof voor onze suikerklontjes, voor onze suikerproductie. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Als je naar het suikerriet kijkt, helemaal back in the days, echt nog voor onze jaartelling. Ik geloof in India, pin me er niet precies op vast. Ik geloof in India dat de mensen daar op suikerriet aan het kauwen waren. Want op een gegeven moment kwamen de mensen er ook achter van, hey, ik heb honger, ik heb snel brandstof nodig, dus ik ga op iets lopen kauwen, op iets eten. En toen kwamen ze achter dat je op suikerriet prima kon kauwen. Je was erop aan het kauwen, er kwam een zoete vloeistof, oftewel suiker in je mond en dat was lekker. Dat kauwen vergt nogal wat speeksel, vergt nogal wat werk en je krijgt dus belangen na in een korte tijd niet zo gigantisch veel suiker binnen. Maar de mensheid was weer eens een keer te slim en die wil moedertje natuur nog eens een keer omzeilen. En die gaat het suikerriet gaan ze verwerken. Nou, vervolgens bla bla werd het verwerkt, we maakten er suikerklontjes van. Later begonnen we met bieten. Normale rode bieten. Die werden ook weer, begonnen we te kweken, begonnen we suikerbieten te maken. Dat is dus eigenlijk een aftreksel van een normale biet. En dan hebben wij een speciaal product gekweekt, wat een pure hoeveelheid suiker bevat. Eén biet bevat ongeveer 70 gram suiker. Daar kunnen wij 70 gram suiker uithalen. Dus wij hebben dus ten eerste een product gekweekt. Al niet zoals moeder natuur het bedoelde. Wat puur suiker bevat. Vervolgens snijden we die suikerbiet in allemaal stukken. Gaat in een gigantisch grote opslag met water. Zodat al het suiker daar wordt uit onttrokken. Vervolgens gooiden we wat kristalletjes bij, de welbekende kristalsuiker, wij hoorden wat kristalletjes bij. Het wordt allemaal gefermenteerd, het wordt verhit, noem maar op. Vervolgens komt er een vloeistof uit, een heel, heel, heel suikerrijke vloeistof. Dat gaat vervolgens in een gigantische droger met een machine. En dan komt er kristalsuiker uit. Dus wij hebben een nep gekweekt product. Vervolgens bewerken we dat helemaal machinaal. Hoe is het dan voor ons nog mogelijk? Hoe is het voor ons lichaam dan nog mogelijk om te zeggen, Raymond, je moet dat suikerklontje niet nemen, want ik raak vol. Dat is compleet onmogelijk. Compleet. Het suikerklontje kan je kopen in de Albert Heijn, in de Jumbo, in welke supermarkt dan ook. Het is legaal. En het enige wat jij hoeft te doen is het suikerklontje te pakken en in je koffie of je thee te gooien. Of het simpelweg in je cola blikje te verwerken. Het puurste van het puurste product. En je hoeft er nul energie in te steken. Je hoeft niet op die bladeren te gaan zitten kauwen. Je hoeft niet al die bessen op te eten. Je hoeft niet de vezels te eten die er ooit in zaten. Niet de koolhydraten, eiwitten, vetten. Wat dan ook. Nee, je kan het gewoon pakken. En binnen een handomdraai in je suikerklontje ergens ingooien. Het is voor ons lichaam dus onmogelijk om sterk genoeg te zijn. Dat moet je niet eten. Tenzij je mindset goed is. Tenzij je mindset goed staat ingesteld. Dat is de reden waarom mijn kanaal Total Strength heette zoals jullie. Het gaat niet alleen om lichaam, maar het gaat ook om de geest. Het is belachelijk dat dit product eigenlijk zo erg wordt aangeprezen. En dat je het gewoon eigenlijk op een legale manier kan kopen. Maar als je simpelweg teruggaat, je gaat helemaal back in the days. En je luistert nog eens goed naar dit verhaal wat ik net vertel. Hebben we dus een nep product gemaakt. Wat we vervolgens helemaal raffineren. Helemaal makkelijk maken om te consumeren. En je zet zo'n doosje van 100 suikerklontjes op je tafel en je eet het op. Raymond Schultz, Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.